Als ik denk aan slikken, dan denk ik aan pillen, slikken. Ja, pillen? Eigenlijk alleen aan pillen. Ja, ik heb pillen al gezegd. Ja, maar wat kun je nog meer slikken dan? Ik heb heel veel slikken. Sorry, ik vind dit heel leuk. Een soort van kwartetten. Mm-hmm. Heb jij voor mij... En wat voor pillen slik je dan? Medicijnen bijvoorbeeld. Voor wat? Voor mijn slaapstoornis. Dat slikken is wel echt nodig in mijn leven. Je zit gewoon aan de slaappillen? Ja. Zo. Elke avond ben ik trots op ook. Wat doe jij als jij niet goed slaapt? Ga ik blowen, denk ik. Of ik neem een whiskytje. Ja, bij slikken denk ik ook aan sperma slikken, ja. Oh. Ja, als een man ejaculeert en het doet het in je mond, dan kun je ook dat inslikken. Of je kunt het uitkwatten. Zal ik eerlijk zeggen, ik slik eigenlijk elke dag gewoon vitamine. Ik heb altijd vitamine B, ijzer, C. Maar dat doe jij gewoon omdat je weet dat je ook een ongezonde levensstijl hebt. Ja. En dan denk je dat dat gaat compenseren. Ja, dat ben ik een beetje aan het doen. Goh, je hebt me helemaal door. Wat trouwens wel goed werkt, vertel. Is als je ecstasy hebt gehad en je bent er wel klaar mee, dan kun je een oxytocinepammetje nemen. Ja, maar dit moet je niet tegen de kijkers zeggen, dat doe ze gaan dit, cocktailen. Thuis niet, lieve niet kindertjes. Doen. De laatste keer dat ik tranen moest wegslikken, dat was, ja weet je, je wordt toch een beetje week als je vader bent. En ik ben vader en ik heb een dochtertje van 1,5. Opeens, wat deed ze toen? Ze stond op en ging lopen. Ja. Oh, wat mooi. Everything you do gives me butterflies. I ask you for the time. You got the damn right.